De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenziekte. Dragers van het gen hebben maar liefst 50% kans dat de ziekte zich bij hen openbaart. Huntington komt vaak tot uiting rond het 45e levensjaar. Hoe jonger iemand is, des te sneller het verloop van de ziekte. De hersenen raken ernstig beschadigd, waardoor iemand steeds slechter functioneert en volledig afhankelijk wordt van zorg. Gelukkig zijn er in Nederland een aantal gespecialiseerde Huntington-centra die zorgen dat deze Huntington-cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. Dat kan door middel van een opname binnen een verpleeghuis. Dat kan door middel van een opname binnen een dagbehandeling. En ook zijn er een aantal expertisecentra die ervoor zorgen dat via de polyklinieken de cliënten zo goed mogelijk thuis worden begeleid, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In deze documentaire volgen we twee mensen in de Kloosterhoeve te Raamsdonksveer. In deze film laten zij ons zien wat de ziekte van Huntington kan inhouden in al zijn facetten. Met als doel kennis en ervaring delen voor al diegenen die zich willen verdiepen in de ziekte van Huntington, of die op een of andere wijze betrokken zijn bij mensen met de ziekte van Huntington. Met als doel de kwaliteit van zorg voor deze mensen goed te kunnen waarborgen. Een beetje toe. Niet zo? Nee, dat maakt niet meer. Nee. Mag dat niet? Nee. Hoe laat is het? Hè? Hoe laat is het? Zo. Weet je het, hè? Weet ik het. Een mooie dag vandaag? Ja, ja, volkomen. Ja. Ik begin te voet te wiebelen en mijn gezichten ja, te wiebelen, zeg maar. Of tenminste te trekken. Rond de 40e begonnen de eerste symptomen. Waarschijnlijk al eerder, maar nou, toen pas kenbaar, zeg maar. Ik zie de hele specifieke Huntington-patiënt vervallen van een volwassen vrouw naar een aanvankelijk kind. De zorg die er naartoe gaat, de verminderde mate van contact wat je met een Huntington kan hebben, de verminderde mate van begrip, dat je dus gewoon dingen gewoon, ja, bij haar weghaalt, zoals je dat ook bij een kind weghoudt en pas later gaat toevoegen, is dit een omgekeerde weg. Geprobeerd hem iets te verbergen, geprobeerd te ontspannen. Dingen te verbergen en zo, maar dat gaat niet, want mensen zien het toch. Nou, nou. Ik probeer gewoon door te gaan met werk. Gewoon doorgaan met alles. Maar dat gaat niet. Daar gaat niemand ondertussen te denken van. Nou, ik haal er heel op door hoofd. Nou. Bezoek was in Breda, ik zat Siska gehaald, ging niet meer terug en ik zat achter de oma zat voelde naast Siska en ze had het er al over gehad dat ze helemaal niet doof was. Ik zet hem gewoon uit, denk ik. Dat was mijn beste zijn. Ja. Nou, dat snap ik. Het stond weer al uit. Echt zwarte pit hadden, dat ik Huntington had, dan was ik wel heel blij. Ja. In het begin wilde hij helemaal niks van weten. achterhand of zwart bezit, ja. Nou. Ja, toen kreeg ik best een onrustige tijd, ja. Ook met dingen, dus ik ging stoppen met werken, afkeuren, noem maar op, al soort dingen nog meer. Daarna hebben we wel dat een jaar heel erg moeilijk gehad. Stemmingswisselingen van depressiviteit. Ja, dat was gewoon mijn ziekte, ja. Ja. En ik was kwaad op iedereen. Kees en de meiden die hadden natuurlijk gedaan. Ik was niet... ik was niet de schuldige. Dat is echt panisch was, paniek, zelfmoordneigingen uitspreken. Ja, ze heeft toch wel met een mes in de keuken gestaan hier. Ja. En toen zei Kees, bel op, want er moeten medicijnen voor zijn. Toen, eerst wilde ik dat natuurlijk niet. Maar de andere dag heb ik zelf gebeld naar Roos. En naar dokter Roos. En die zei... toen heb ik die teruggebeld. Toen heb ik gezegd dat het helemaal niet goed ging. En toen had hij al medicijnen in gedachten. Die medicijnen, ben ik blij mee. Ja. Mag ik eventjes naar de schilderijtjes toe lopen? Ja. En dan terugkomen voetje voor voetje, alsof u over een lijntje loopt. Zo, niet therapie oefenen, maar dat ze nu van komen. Nee, je hoeft ook niet te oefenen. Ja. Het is geen huiswerk. Ja, maar dan vragen ze wel eens van wat doen, maar... Dat doen we eigenlijk. Ja. Kom even met de rug naar me toe staan. Ja. Dat u goed stevig staat. Ja? U weet dat ik u ga plagen, hè? Ja. U mag zich corrigeren. In geval van nood vang ik u op. Dan blijven staan, hè? Ja. Oh. Ja. Ja, genoeg gezien. Ja, oké. We hebben nog één stukje van het onderzoek. Dat moeten we nog doen. U weet wat de bedoeling is. Ik zal het voordoen. Ja. Ja. We doen het samen. Dan stop ik met voordoen. En dan gaat u gewoon verder. Ja? Ja. Klus kwijt. Nee, het ging goed. U doet hem heel langzaam, heel zorgvuldig, maar u doet wel de goede volgorde. De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte die overheersend overerft en zich meestal op middelbare leeftijd tussen de 30 en de 50 jaar zich openbaart bij mensen. Het aantal mensen wat de ziekte heeft is klein. In Nederland wordt geschat dat er ongeveer 1700 patiënten zijn met de ziekte van Huntington en ongeveer 6.000 tot 9.000 mensen die het risico lopen de ziekte te krijgen. Dus 1700 op de 17 miljoen. Dus daarom dat heel veel mensen er nooit van gehoord hebben. Heel agressief, omdat hij de jeugdvorm heeft. Dus hij levert veel meer in. Ja. Er zijn weinig dingen die hij niet meer kan natuurlijk. Dus dat is... ja, maar je hoort hem nooit mopperen. Nee. Jordy heeft eigenlijk nooit gemopperd. Die heeft het vrij laconiek geaccepteerd, zeg maar. Ja. Je zag natuurlijk wel dat hij ziek was, maar... we gingen naar de McDonald's, we gingen op stap. Hij functioneerde gewoon fysiek als iemand anders, zeg maar. Alleen het lopen zag je natuurlijk al aan, wat ook heel vaak een van de eerste kenmerken kan zijn. En, en als je dan nu kijkt, dan is natuurlijk gewoon heel alles totaal anders. Nu kan hij bijna niks meer en dan zijn we pas 3 jaar verder. Ja, dat is koud. Gisteren was lekkerder. Dankjewel, hè. Gisteren was lekkerder, hè? Ja, dus maar nou wordt een beetje regenen. Ja, dus we zijn wel lekker wezen wandelen. Ja, morgen een beetje koud, hè? Wel. Ja, het is nu koud, hè? IJskoud wel. Had je al? Dat is een mooie. Even een vuist maken. Wat prachtig! Mooi, hè? Dat heb ik gegeven. Een ei. Dat is mooi, hoor. Mooi, ja. Maar hij begon toen met slapeloosheid. Hij sliep eigenlijk 2, 3 uur per nacht en ook heel bewegelijk 's nachts. En toen zijn we naar Leiden gegaan met professor Roos. En die zei toen, ja, dan moet ik je wel testen. Hij is heel verdrietig geweest, ja. Ja. En nu? Ja, dat weten we ook niet. We kijken hoe het gaat. Kijk, dat hij nu ineens zo hard achteruit gaat, dat kan ook niemand zeggen. Eerst wilde ik niks van de Kloosterhoeve weten. Nou, toen ze net was, toen ik wist dat het er was. Nou, maar toen wilde ik niks van de Kloosterhoeve weten. Ik denk, zolang moet ik ook thuis blijven. En nou, op zoiets, zolang moet ik, ja. Zo, ja, op de Kloosterhoeve krijg je fysio. Je krijgt logopedie. Psychiater hebben, die je op kunt begeleiden. Nee, wel vangen, hè. Wow! Jet! Goeie, kom op, hè. Je kan het. Yes! Bijna, Ankie. Jet? Aan Ankie zag je eigenlijk niet veel, alleen qua organisatie en dingen maar goed regelen per dag was moeilijk. Dus daar kwam Ankie eigenlijk in het begin voor om de dagstructuur terug te krijgen. Normaal was ze heel actief, zeg maar, na het eten gelijk naar de fysio. Nu merk ik al wel van dat ze aangeeft van, goh, ik wil eigenlijk toch wel even rusten. Ze zegt ook dat ze moe is, dat kan je ook echt aan haar zien. En ze komt nu in plaats van al, in het begin kwam ze maar 1 dag, toen 2 dagen, nu komt ze al 3 dagen. Ook omdat ze nu op dit moment aangeeft dat ze best veel tijd heeft om te piekeren. Nou, dan komt de eerste volgende oefening aan. Ga eens even na, waar heb ik mijn voeten? Je hoeft het niet te veranderen, maar voel eens, waar zijn mijn voeten? Hoe draag ik mijn hoofd op mijn schouders? En is dat prettig of onprettig? En als je er iets aan wil veranderen, dan doe je dat gewoon. Komt je? Zit je goed zo, Jordy? Nee, nee. Kun je goed leggen? Ja. Beter? Ja. Oké. Kussen, daar, kussen, goed. Zit hij zo wel goed? Kussen, daar. Van je voeten zit niet goed? Hij ging zo graag naar de dagbehandeling. Want dat was weer iets, ja, het had weer nut. Zijn leven, zeg maar. Toen hebben we toch een overleg met de Kloosterhoeve besloten om ze op te nemen. En Jordy vond dat gelijk eigenlijk wel. Die ging op zichzelf. Dus ja, hij voelde zich er eigenlijk gelijk thuis. En ik denk ook wel dat dat door de verpleging kwam. morgens een activiteit heeft, dan kan die 's middags gewoon niks meer. Dan is die echt op. Ja. Dus dat is wel heel snel gegaan hoor, de laatste weken. Na die epileptische aanvallen heeft hij wel heel veel ingeleverd. Bijzonderheden in het soort leefplan. Jawel, jawel, jawel. Doe jij het, dan doe ik het. Doe jij het maar, Kees. Doe jij het maar. Ja. Ik heb ook een euthanasieverklaring, zeg maar, via de officiële vereniging. Ik heb ook een behandelverbod waar ik precies mijn wensen al opgeschreven heb. Dat is allemaal nog vrij recent, zeg maar. En kijk. En ja. Zij is al tijden bezig met hoe gaat mijn leven eindigen. Ja. Het voorbeeld van een vader natuurlijk die ook aan Huntington leed en dus ook zijn einde binnen het Huntington meegemaakt heeft. Als je er niks aan doet, aan de huidige verzorging, dan zou het best wel eens heel lang kunnen duren. Ankie heeft er heel goed over nagedacht en die heeft er voor zichzelf al gezegd van nou, dat wil ik dus niet. Het is nu absoluut nog niet actueel. Maar ze vindt wel, en dat is waarschijnlijk ook zo, dat ze daar heel tijdig mee moet gaan, mee naar buiten moet komen. Omdat het best zou kunnen dat ze tegen die tijd, dat het wel actueel gaat worden, niet meer de mogelijkheden heeft om het goed te uiten. Eerst zei ik dat ik niet naar de Kloosterhoeve wilde. Want dan, ik wilde eigenlijk voor die tijd al dood. Maar ja, dan is de vraag tot hoever wil ze gaan. Hè? Nou, ik wil niet gereanimeerd worden, zeg maar. En ik wil niet aan denken. En geen zondevoeding. En als ik op bed kom, dan is er ook niks meer aan. Hè? Nou, als ik erg bij tegenkwam, als er niks meer, geen antwoord meer uitkomt of zo, nou, dan voor die tijd wil ik eigenlijk al euthanasie hebben. Ja. Ik denk dat Ankie al veel verder is met haar zelfstandigheid, maar ook in hoever ga ik, zeg maar, om de ziekte te dragen. De generatie die we nu krijgen zijn al veel duidelijker in van: ga ik de ziekte helemaal tot het einde toe dragen of ga ik op een waardige manier eerder besluiten om te stoppen met leven? En hoe was het weekend verder? Goed, we zijn bij zus geweest. Ja. Mijn oma's. En Tommy moest mee. Ja, want de vriend is, zit in Engeland. Oh, dus ze zit alleen? Ja. Nou Jordy, je weet dat we gisteren de MDO van jou hebben gehad, hè? Dat we het zorgleefplan hebben doorgenomen met je moeder, over jou. Dat heb ik gisteren tegen jou verteld, hè? Mm. Maar zijn er nog andere dingetjes, Jordy, waar je tegenaan loopt of waar je anders wilt zien? Nee. Nee? Hoi! Mm. Kijk, dat is moeders. Hallo! Als je ziet dat je eigen kind zo ziek is. Want je hoort je eigen kind niet te overleven. En dat is nu wel zo natuurlijk. Ja, je weet gewoon dat dit er niet lang meer is. Dus ja, dat is ook wel heel heftig. Kijk, je man is heftig, maar je kind is nog veel heftiger. Ja. Hoe gaat het met eten en drinken thuis? Goed. Ja. Ik moet me wel concentreren. Mm-hmm. Ik weet dat ik me moet concentreren op het eten. Als Kees of de kinderen thuis zijn, dan laten ze mij eten. En dan leiden ze mij niet af. En zijn er producten die wat moeilijker gaan of gaat alles nog goed? Zoals bijvoorbeeld harde broodjes, thaivlees, dat soort hardere dingen. Thaivlees pak je sowieso niet. Nee. Dat, ik zit nu 3 dagen op de Kloosterhoeve, zeg maar. Het mag 4 hoor. Maar ik denk dat ik een maximaal wel heb zo. Ja, de maximale dingen heb ik al. Ja. Als ik 2 dagen ging, had ik 1 dag te vullen om te piekeren. En dat is niet goed. Dus 3 dagen is voor mijn gevoel wel goed. Als je verder achteruit gaat, dat je meer begeleiding nodig hebt of zo, dan gaan we wel naar de Kloosterhoeve. Ja. Ze konden thuis niet meer goed georganiseerd krijgen. En ze merkten dat, dat ze er hier minder last van had, omdat hier de dag natuurlijk heel de dag ingepland is. Hè? Een dagprogramma en hier heeft ze de therapieën. En dat gaf haar een fijn gevoel. De bedoeling is dat je bij die streepjes heel kort stopt. Ja. Zodat je dan weer die eerste letter van de nieuwe lettergreep weer goed kunt maken. Doe er even eentje voor. Vakantie. Probeer jij ook maar. Parkeer. Sorry. Maakt niet uit. Dierentuin. Bovenkant. Onderwijs. Ja. Ja, het gezin is gehalveerd en ja, dan zit je hier. Dan ben ik al heel veel daar. Maar ja, het is toch heel anders als je buiten zit en je hoort overal gezellig gezinnen. Dan denk ik, nou, ik ga weer naar binnen. Ik vind het hier helemaal niet gezellig buiten. Nee, dat... ja, dat is gewoon moeilijk. Of als je stellen ziet of... ja, ik heb dat niet meer. Nee, dat is heel moeilijk. En daarom vind je wel steun in de Kloosterhoeve. Dat, ja, het zijn allemaal dezelfde lotgenoten, zeg maar. Ik ken natuurlijk Jordy als mijn cliënt, maar ik heb ook zijn vader en natuurlijk zijn zusje en moeder die ik ook moet begeleiden. Want ja, het is natuurlijk wel heel heftig als jouw man en jouw zoon hier op de Kloosterhoeve wonen. Dus, maar Wil gaat er heel goed mee om en heeft natuurlijk ook heel moeilijk. En daar proberen wij haar natuurlijk heel goed in te steunen. Maar ze onderneemt zoveel mogelijk wat ze kan met Jordy en haar man. Ja. De eerste netwerkdag was 13 november 2010. Dat is 2,5 jaar geleden. Ben jullie nog steeds dankbaar dat er hier iedere netwerkdag weer een club zit waar ik op kan bouwen? Ja. Ik kan mijn verhaal kwijt. Zo'n dag kost me veel energie, maar ik krijg er nog meer energie voor terug. Het is voor mij moeilijk om na te denken wat ik wil zeggen en hoe ik dat wil zeggen. Ik wil het nog wel graag zelf voorlezen, zolang ik dat nog kan. Ja. En ik hoor om me heen dat mensen vinden dat het goed met me gaat en dat ik niet achteruit ga. Misschien komt dat omdat mijn bewegingen worden geremd door de medicatie. Geestelijk ga ik namelijk wel degelijk achteruit. Ik reageer bijvoorbeeld traag. Gelukkig heb ik af en toe nog steeds zo mijn momenten. Soms laat Kees en de kinderen versteld staan van een bij de hand opmerking. Maar meestal zit ik stilletjes te genieten. Toch? Ja. Ik vind dat jij ook gewoon echt een inspiratie bent wat dat betreft. Want je pakt het gewoon heel goed op. En natuurlijk ga je achteruit, maar en wij zullen er in de toekomst ook weer mee te maken krijgen. Al dan niet hebbende. Dus er gaat nog heel veel komen, maar als je ziet hoe jij het oppakt, ja. Dan doe je dat wel goed. Ik mis ze wel de moeder, hè? Ja. Dus. Hm. Ik denk vooral dat ze de zorgzaamheid, de betrokkenheid van haar missen. De communicatieve kant. Dus niet de dingen doen en dat soort zaken, doen ze allemaal zelf. Maar gewoon van, ja, niet alles komt meer aan. Jij is er gewoon afgelopen jaren zo ingeslopen. Hm. Jij zal een stukje moeder kwijt zijn. Loslaten, hè? Hé, hey, mamske, hoe is het? Goed. Jeugd Jan Frivolen. Ja. Wat zijn? Hè? Vind je lekker achter dat... Ja. Achter dat bordje, het is... Doet dit? Goed, hè? Ja. Wat zeg jij ervan, Tom? We weten nooit waar we eindigen, want we beginnen altijd in Luxemburg, zeg maar. Ja. Papa, leef voor Frans, hè? Ja. Ja? Nee. Nee? Oh. Kees. Nou, Kees met handen en voeten. De handen en voeten. Oké. Ja. Engels, maar kan je daar wel met Engels dan? Nee, want de kennen ze ook niet. Echt niet, hè? Nee, Frankrijk niet. Nee, de Fransen zijn van Frans, hè? En die wijken daar niet zo gauw vanaf. Nee. Wat vind jij dan het mooiste gebied in Frankrijk? Alles is mooi. Ja. 8 uur maar mee. Ja. Ja, dat is... In Frankrijk heb je ook slecht weer, hè? Net goed. Ja. Ja. Het is mooi, Jurk. Hoe gaat eruit? Hier staat een bankie. Ja, kom eruit. Kom ik even langs, even naar Australië hier. Ja, goed. Ja. Het gaat denken. Ik ga wel. Ik merk wel dat ik achteruit ga. Ik merk een bemoeier en er zijn ook avonden bij de klus om 7 uur naar bed gaan. Ja. Dus als ik moe ben, dan ga ik naar bed. Dan ga ik niet meer zitten vechten. Ja. Concentratie loopt terug, energie loopt terug. Ik moet steeds meer werken, dus ik zit steeds meer buiten de deur. Dus er zijn dagen dat we elkaar nauwelijks meer zien. Dus ik ben al weg voordat zij wakker is. En als ik thuis kom, dan is het even eten en dan om 7 uur dan is het kaarsje uit. Dan wil ze naar bed. Ja, het is niet meer mijn vrouw. Laten we dat vooropstellen. Dat is gewoon toch een stuk anders. Het is wel nog een maatje, maar dan ook weer een andere relatie. Nee, ik ben niet de vrouw waar hij mee getrouwd is. Nee. Nee. Nou, ik ben veranderd natuurlijk. En hij... We hebben eigenlijk een gescheiden weg. We gaan een gescheiden weg. Dus haar zorg is een totale andere als iets over die ik nodig heb. Of wat ik moet gaan doen, of wat voor mij belangrijk is. Dat erkennen we ook gewoon, dat dat zo is. Ik ga niet samen oud worden met haar. Dat gaat niet gebeuren. Hoef ik niet over te praten denken, dat gaat niet gebeuren. Zij wordt steeds afhankelijker van zorg. Ze gaat een beetje de interesse in het een en het ander verliezen. Terwijl ik nog die interesse moet blijven houden. Nou. Ik ben al nat, hè. Ja. Dan denk je aan de ene kant denk je weer van, hè, hij slaapt dan misschien wel, maar denk je, nou, doe ik maar iets wakker. Ja, niks, hè? Nee. Ja, dan bellen we liever te vroeg, hè? Ja, nou, dat geeft er niks. Nee. Dan kom ik gewoon lekker bij jou. Dan hoef ik thuis lekker niks te doen. Hè? Ik heb echt gedacht, daar gaat hij. Ja. Dat is echt, heftig. Ja. Ik ben ook wel, mijn dochter is ook mee geweest, hoor. Maar ik heb het ook later met de dokter natuurlijk besproken. En die wist het ook niet. Hoe heftig het was. Ja. Dus nou, daar heeft hij medicijnen gekregen en ja, niet meer zulke aanvallen gehad. Nee. Ik heb in mijn hoofd ook al een hoop dingen geregeld, zeg maar. Van als het ineens misgaat, dat ik wel weet hoe ik het wil voor hem. En hoe hij het zelf wil. Ja, want dat hebben we wel besproken. Kijk eens, ik heb hier nog een kussen. Zo. Helemaal er mooi overheen. Onze prins. Nou, op het witte paard. Wil jij met je hoofdsteun omhoog? Ja. Klein beetje. Ja, hè. Ik ben wel erg... Nee. Ja. Nou, hé lieverd, ik kom morgen. Is dat goed? Ik kom doen. Een kus. Doe jongen. Heel help rusten. Ja. Ja, hè. Het is voor ons ook heel moeilijk dat zo'n jonge kerel zo hard achteruit gaat. Maar je ziet dat hij er echt nog voor knokt en elke dag het beste van probeert te maken. Maar je houdt altijd in je achterhoofd. Hij heeft de ziekte van Huntington. Dit kan erbij horen. En hij kiest hier ook niet voor. Want hij zegt op een gegeven moment ook tegen mij... Op een gegeven moment was ik ook bezorgd, hè, want je herhaalt zo vaak dingen... buikpijn, buikpijn, dors. Zeg, is het gewoon geen stopwoordje aan het worden? Ja, geeft hij duidelijk aan. Dus daarin probeer je weer een weg te vinden, dat hij die rust ook krijgt... dat hij dat niet meer zo vaak hoeft te herhalen. Dus het is continu met hem in gesprek gaan. Hey! In zichzelf dus... maar niet zo met de nieuwe bij Offenheim. Dat is heel verrassend. Terugkeren in Amsterdam. Maar ik denk dat ik er best wel aan de baard speel. Oké. Nee, wordt er genoeg. Ik verslik me wel makkelijk. En drinken als ik me niet met mijn aandacht erbij ben. Als ik met mijn aandacht erbij ben, lukt het dan. Ja. Dat is gewoon mijn eigen schuld. Op alle terreinen zie ik stapjes terug. En dat is onder andere het verslikken. Dat laatste, maar dat is eigenlijk wel het meest... ja, daar schrik je wel eens van. Dus verslikt zich, ja. Dus we kunnen dus niet alles meer eten. Dat is ook al een beperking. Het andere wat ik ook heel... jammer en beangstigend en heel, dat vind ik heel triest, is dat het dus ook het spraak al erg terug gaat. Die gaat terug. Echt wel terug. Ik moet al heel vaak vragen, wat bedoel je? En dan zeg ze nog een keer en dan is het niet beter. Dan denk ik, wat bedoel ze nou toch? En dan moet ik context erbij halen en denken, waar hebben we het nou over? En als het dan daarover ging nog wel, maar ze springen ook uit van hak op de tak. Denk ik, ik had het niet gehoord. Dat was bij Spa ook, maar ook dat dan moet... dat zijn dingen waar ik weer over na moet denken. Dan ben ik hier of zo. Vandaag zijn we niet samen om over Huntington te praten, want maar vieren we dat ik 50 ben geworden. Ik ben op dit moment heel gelukkig. Ik mag met borrel gooien, altijd genieten van allemans eten. Sinds december hebben we hond nummer 2 in huis lopen. Sjoerd kan nu niet bij Anouk wonen, dan zorgen wij er tijdelijk voor. Het is echt een echte puber met z'n 10 maanden. Ja, dat is Ankie. Ja, dat is Ankie. Deze woorden zijn voor jou. Je bent gewoon een prachtige vrouw. Ankie, dit is voor jou. Ja, leuk, niet? Ja. Na zijn vaders overlijden heeft hij toch wel een knauw gekregen, hoor. Dat hij eigenlijk niet veel meer kon. Hij lag eigenlijk het liefst op bed. Ja, hij kreeg er zelf heel veel angsten van. Dat hij zelf ook zou overlijden. Ja, hij was heel angstig. Zeker de laatste dagen. Hè, toen dat die koorts ook weer zo op ging spelen. En toen was hij heel bang dat hij zelf ook zou overlijden. Ik vond hem 2 weken echt stabiel, dat ik echt zoiets had van ik geef niet op voor mijn moeder. En toen begon allemaal weer de koorts. Ja, toen is hij overleden daarna. Ja, dat was wel heel intens dat we bij hem konden zijn. Ja, met z'n 4 zijn we natuurlijk geweest en 's nachts ook. Ja, dan slepen ze er ook weer bedden bij en dus we hebben overal allemaal op een bed gelegen. En zij in de stoel, ja. Maar ja, ook dat vond hij fijn. Dat gevecht, dat wil je niet. Dat je dat lijden zo ziet. Maar ja, je wil je eigen kind toch niet kwijt. Nee. Zelf lig ik niet wakker. Nee, meer om Kees en die meiden. Ah. Ik hoop dat die maar natuurlijk geen ton hebben. Maar hebben ze nog niet laten testen. Dan is het zo dat Kees... Kees zit er dan ook weer mee. Ik verlies natuurlijk wel. Maar ja... Er is geen plaats voor bang zijn. Er is geen plaats voor. Ik zie het wel. Ik heb nog steeds 2 dochters. Daar moet ik ook mee verder. Daar moet ik ook nog voor zorgen. Daar moet ik ook nog iets voor doen. We hebben deze avond het thema herinneringen meegegeven. Voor de familieleden die nog eenmaal weer hier naar de Kloosterhoeve zijn gekomen... De plek waar uw geliefde partner, ouder, kind, broer of zus... het laatste stukje van zijn of haar leven heeft doorgebracht. Wij gedenken Jordy, Andries, Elisa den Boer. vind dat toch wel, ook wel weer iets, ja, iets moois dat ze dat toch doen. He, dat ze niet vergeten worden. Ook niet alleen door ons, maar ook door hun. Ja. He, dat, ja. Ik had 3 dagen naar de Kloosterhoeve en ze wilde op maandag dus thuis, zeg maar. Hè, en is ze vrij. En zegt ze van, ik ga eigenlijk liever naar de Kloosterhoeve die dag dan dat ik thuis vrij ben. Ja, als het zo ver is dat ik me ga verslikken en zo, dan, en niet meer en doe vallen, dan zou ik op de lange wachtlijst. Dus, ja. Ja. Die 4e dag, op de dagbehandeling, daar kwam Ankie zelf mee. Hè, ook omdat ze de grenzen aan wilde geven van, goh, hoe ver ga ik thuis? En ik wil eerst uitbreiding van de dagbehandeling. Maar als ze echt niet meer alleen thuis kan blijven, is voor haar de grens bereikt. En wil ze hier op de Kloosterhoeve komen wonen. Zo. Ah ja. Nou, jij bent een hulpie? Ja, jongen. Wie? Ja, vanavond komt Kim, toch? Vanmiddag komt ze weer. Kijk. Oh, dat weet je ook al hoe laat. Mijn gezicht en die dingetjes, mijn gezicht beweegt me. Ja, dus antwoord geven op dingen duurt langer. Duurt langer, ja. Dat is wel wat, duurt langer. Ja. Ja. Dat merk je zelf ook? Ja. Ja. In mijn hoofd heb ik het wel voor mekaar, maar voor het antwoord. Ik denk dat ze met al met al ja, toch een gelukkig leven leidt met deze, in deze situatie. Het is wel heel knap dat ze met een dergelijk perspectief hebben, dat is natuurlijk niet misselijk. En zo positief in het leven kan staan. Ik denk dat het wel haar verdienst is en haar capaciteit. Onlangs heb ik al een hele sterke uitspraak gedaan. Als ze zich verslikt, mag ik niks doen. Nee. Heeft ze gevraagd aan me, aan de keukentafel. Ze verslikt zich. Dan moet ik gewoon dooreten en blijven zitten en niks doen. Nee, nee. Wat vraagt ze? Nee, dus, ja.